Hey boys, welkom. Vandaag een film over iets waar ik weer over moet zagen. En ik wist niet dat dit eigenlijk een ding was. Maar ik was aan het kijken naar Twitch en iemand waar dat ik volg op Twitch speelt allemaal dingen. Speelt Final Fantasies en Zelda's en Pokémon games en die speedrunt dat en ik vind dat heel interessant om te zien. Nu, meestal heeft hij tussen de 50 en de 80 kijkers. Dus dat is niet veel, dat is ook niet weinig, maar dat is niet zot. En opeens heeft hij 500 en nog wat kijkers, dus dat was ineens zoveel keer een dubbele. Dus ik dacht van, what the fuck is this? En dan ineens komt het. Hoe komt het? Dus ik zet die stream op en ik zie dit. Ik zie fucking dit. Zie je dit? Ik zie dit. En dat is een ding. Dat is een ding op Twitch. En ze vinden het fantastisch. En waarom vinden ze het fantastisch, dat ga ik direct uitleggen. Maar je moet in het begin weten, het begint zo. In het begin was er just chatting. Dat was gewoon vrouwen dat wel liggen te babbelen. Ook kerels deden dat, maar meer vrouwen doen het wel. Dat is wel de waarheid. En die zitten er dan een beetje gedecoteerd en toestanden een beetje tetten zien en zo. En ja, allemaal goed en wel. Dan ineens had je bodypainting. Dan had je video's van vrouwen dat er zo goed als naakt zitten met juist onder tepels afgeplakt. En een string aan. En als je dan zoveel doneert of zoveel subscribers krijgt, krijg je een naam op dat lichaam. Nu, allemaal goed en wel. Maar dan opnieuw dit. Dit! Ik bedoel, fucking hot tub bikini streams, man. Ik bedoel, moet ik het uitleggen? What the fuck is this? Als je het niet weet wat het is, ga gewoon een keer op Twitch en check een keer op gewoon fucking just chatting. En je zult het direct allemaal wel zien wat het allemaal is. Het is verschrikkelijk, vind ik. En gewoon om het feit van, als je niet weet wat het is, dit is het gegeven. Dus nogmaals, ze laten dit zien. Ze doen dit. Dit is wat ze doen. Dit staat op het Twitch-scherm. Gewoon een vrouw in bikini met een fucking worst. Een worst speeltje om op te zetten. Dit is het. En er zijn verschillende dingen voor. Like als op dat scherm bijvoorbeeld staat, dus Zulder zelf eerst in bikini op zo'n speeltjes. En die tent dat in een hot tub. In een zwembadje dus. En er staat bij van, als je voor zoveel doneert of je doet dit of zo, dan komt uw naam op een bord achter mij. Dat komt er gewoon op. Dus dan komt uw naam eigenlijk zogezegd al op het scherm. Hè. Tof. En dan erbij staat nog een keer, als ik zoveel subscribers bereik of zoveel donatie krijg, dan verander ik mijn bikini. Nu, je moet eerst en vooral al weten dat dat echt iets is wat veel mensen doen. En ik denk dat dat ook niet direct gaat verdwijnen. Nu, waarom stoor ik mij daarin? Omdat ik een keer aan het streamen was met Marcelleke. En er zei iemand om te lachen in mijn Twitch chat. Hey, toon een keer tetje. En ik trok mijn Marcelleke van abonneen. En ik liet mijn harige tepel zien. En ik ben daar 3 dagen voor geband geweest op Twitch. Dat is echt gewoon de waarheid. Dat is hoe dat het gewoon gegaan is. En die vrouwen zitten zo goed als naakt geld te verdienen door gewoon naakt te zijn. En dat, weet je, ik snap het ook wel, hè, man. Dat is zoals OnlyFans en zo. Ik snap het allemaal wel, hè. Die vrouwen doen dat. En waarom doen die vrouwen dat? Die zeggen dat letterlijk zelf, hè. Die doen dat gewoon omdat het easy money is. Het is ook easy money, hè, boys. Ik bedoel, zolang dat gulder de oude rukker blijft uithangen. En er komt zo, nam, vrouwen in bikini. Oh, als ik nog een sub geef, dan gaan ze nog een bikini veranderen. Nam. Weet je, tuurlijk doen die vrouwen dat, man. Dat is ook logisch, hè. Ik bedoel, zoals ik zei, die streamster waar dat ik vroeger naar aan het kijken was, had 50 tot 80 viewers op haar gewone stream. En die was aan het streamen in gewoon een topke. Dat was niet veel inkijken of zo. En dat was ook, het ging om de game, het ging niet om haar. Dus weet het was oké. En dan ineens heeft die keiveel meer viewers en subscribers en donations en bits en weet ik het allemaal nog wat dat kan op Twitch. En
Ja, dat is gewoon puur omdat iedereen naar een bikini zit, hè. En naar een bikini en naar een BH, bodypainting, weet ik veel wat. Dan heb je nog zo even iets gehad, ASMR. Dat zijn zo wijven dat met lange nagels op hun fucking microfoon leggen tikken. En mannen worden daar geil van, mannen doneren daarvoor, mannen subscriben daarvoor. En ik bedoel, weet je, dat meisje zei ook tegen mij, want ik vroeg haar nog daarna van, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Want ik ken die redelijk goed en zo. Dus ik vroeg, waarom doe je dat? En die zegt gewoon letterlijk, ja kijk, ik heb rekeningen te betalen. Zoveel mensen doen dat en dit is easy money. Ik krijg nog niet 1/5 van wat ik hiermee krijg, als dat ik gewone streams doe. Dus ik bedoel, ja, tuurlijk doen die dat, man. Dat is easy money, hè. Een vriendin van mij zit ook op OnlyFans. Heeft een eigen huis gekocht en zo. En die... Ja, die zegt dat zelf van, ik krijg op een maand 600-800 euro op een maand gewoon extra erbij van mijn OnlyFans subscribers. Man, dat is een half maandloon dat die daarmee verdient, moeten weten, hè. Door gewoon wat foto's van haar in BH, in bikini, in een string, in weet ik veel, what the fuck, allemaal gewoon daarop te zetten. Mannen geilen daarop, mannen betalen daarvoor en die blijven dat doen. Weet, het is gewoon vraag en aanbod. Zo simpel is het gewoon. Dus ik zeg het, ik snap echt wel waarom dat die vrouwen dat doen, ze. Ik bedoel, weet je kunt nu, of je bent, 1, je geeft er geen ruk om. Je bent of 2, je denkt van iedereen doet wat dat je wilt. En je bent, oftewel, punt 3, je bent een hoer. En weet je kiest daarvoor. Ik persoonlijk, ik judge niet. Van mij apart, doe de allemaal gewoon wat je wilt. Van mij apart, neem de gewoon fucking foto's van het haar op je dikke teen. En je zet het online. Weet je, het interesseert mij gewoon geen kloten. Het enige waar dat ik het gewoon moeilijk mee heb is dat ik gewoon even mijn kleine harige tepel liet zien. En 3 dagen geband geweest was. En die vrouwen zitten er gewoon met hun tepels afgeplakt. En zo goed als naakt gewoon. Of in hun bikini, in hun string. En weet je, dat laat Twitch dan weer wel toe. Ik bedoel... Dat is wat mij daarin stoort. Weet je, voor hetzelfde geld, ik kijk niet naar die streams, oké? Okay? Ik heb zoiets van, weet je, als ik een blootietje wil zien, ik zal wel een keer op YouPorn of RedTube gaan. Het interesseert mij geen kloten. Daar zie ik meer en daar moet ik gewoon fucking niet voor betalen. Zo simpel is het gewoon. Dus dit is mijn mening, dit denk ik daarover. En om eerlijk te zijn, het gaat niet direct stoppen. Waarom? Mensen blijven daarvoor betalen. Dus als het u stoort en je hebt echt zoiets van, what the fuck is deze? Kijk er dan niet naar. Subscribe daar niet op en laat die mensen doen. En als mensen dat niet meer gaan doen, ernaar gaan kijken of eraan geld gaan afgeven, gaan die vrouwen daar automatisch mee stoppen. Dat zal gebeuren, je zult dat wel zien. Want waarom zou je iets doen waar dat je normaal veel geld mee verdiende en nu ineens krijg je er zo goed als niks meer voor? Dus dat is het gewoon eigenlijk een stukje. Je support gewoon zo'n dingen en daarom blijven die dat doen. Dat is het. En ja, ik vond dat dit... weet je, dit is eigenlijk een beetje een lachen video bedoeld. Dit is geen serieuze video bedoeld. Want weet je, je zult er allemaal wel een mening over hebben. En iedereen doet wat hij wil. En je hebt groot gelijk. Iedereen doet verdomme wat hij wil. Wat kan het mij interesseren, man? Zoals ik eruit zei. Al was dat je foto's pakt en op OnlyFans zet van je dikke haar en teen. Het boeit mij echt gewoon geen reet. Doe wat je wilt. Maar alleszins. Ik snap niet dat Twitch dit toelaat. Ik snap dat niet. Dit gaat er gewoon echt los over, vind ik. Maar kijk, weet je, dat is Twitch zijn zaak. Ik ben de baas van Twitch niet. Dus ik heb daar eigenlijk niks over te zeggen. Nu, dat het is een beetje. Dit is hetgeen wat ik wil aankaarten eigenlijk. Over het hele Twitch bikini / OnlyFans / weet ik het veel wat allemaal nog gebeuren. Ik dank jullie allemaal voor uw tijd om een keer goed te lachen en zo. En ik hoop dat ik gewoon jullie in de volgende video zie. Yo, nog een goeie dag.